Goedenavond, welkom bij RTV Arnhem Nieuws van woensdag 9 april. Met onder andere ontslagen in jeugdzorg, 1,7 miljoen voor Sonsbeek tentoonstelling, Café De Move gaat dicht. Bij bureau Jeugdzorg Gelderland verdwijnen 140 fulltime banen. Er worden 90 mensen ontslagen doordat jeugdzorg vanaf 1 januari met een kleiner budget werken. Dat daalt van 49 naar 38 miljoen euro. Gelderse gemeentes hebben met bureau Jeugdzorg afgesproken minimaal 80% van de diensten af te nemen. Hans Lomans, bestuurder van bureau Jeugdzorg Gelderland, hoopt dat de resterende 20% wordt overgenomen door wijkteams die de gemeentes aan het opzetten zijn. De nieuwe raadsleden krijgen 7 weken les in Arnhem en ook krijgen zij les in het incasseren van tegenslagen. Hun rondleiding op het stadhuis hebben ze al achter de rug. Een hele reeks clusterhoofden en programmamanagers stelt zich aan hen voor om uitleg te geven over al hun activiteiten. Voor nieuw beleid is nauwelijks de ruimte, zo luidt de boodschap. Ook krijgen ze workshops. Een ervan gaat over veiligheid en fietsen ze de wijken in om kennis te maken met de mensen van verschillende wijken. Als het nieuwe Arnhemse college van BMW financieel meewerkt, dan krijgt het Sonsbeek tentoonstelling een eenmalige bijdrage van 1,7 miljoen euro. Dat schrijft de stichting Sonsbeek Internationaal aan de formateur van het nieuwe college, D66'er Martijn Leysink. Het geld komt van de Stichting Kunst en Openbare Ruimte. De tentoonstelling wordt gehouden in 2016. Vandaag krijgen kinderen op basisschool De Kringloop les van politie, brandweer en EHBO. Een leerzaam project waar kinderen kunnen zien wat hulpdiensten nog meer doen. RTV Arnhem nam maar een kijkje. Nou, u staat nu voor een mooie ambulance, maar er staan meer voertuigen. Maar waarvoor is dat? We hebben vandaag 1-in-2 dag. Basisschool De Kringloop organiseert dat 1 keer in de 2 jaar. Om kinderen te leren wat ze zelf kunnen doen in geval van nood. En er zijn natuurlijk verschillende groepen. Worden er aan alle groepen hetzelfde gevraagd? Nee, dat is ook niet mogelijk. Ik bedoel, de groepen 1, 2, dat zijn de allerkleinste. En die gaan gewoon de ambulance in. En de brandweer mogen ze met water de paaltjes omspuiten. Ze mogen even aan de sirene trekken. Gewoon lol. Groep 3, 4 en 5. Die krijgen wat meer intensieve les, zodat ze ook weten dat de politie meer doet dan alleen een bonnetje uitschrijven. En als je dan gaat kijken naar de bovenbouw, die hebben een heel ander lespakket. Die krijgen van de politie maatwerk van wat er allemaal kan gebeuren. Die moeten zelfs een signalement maken. 'S Ochtends is er iemand langs geweest, die heeft iets afgegeven en die heeft de portemonnee meegenomen. En een aantal uur later wordt ze gevraagd, omschrijf die persoon. Je merkt dat er gewoon minder respect en begrip is voor de hulpverleners. Dat is eigenlijk gewoon triest. Maar als we de kinderen nu al meegeven wat ze nog meer doen, dat zwaar werk is, hoop je dat je er nu al wat meer respect in krijgt. Wat verwacht u van de reacties van de kinderen van vandaag? Oh, alleen maar leuk. Alleen maar lol. Ik weet niet of ieder kind hetzelfde mee heeft gekregen, maar ja, ze hebben allemaal leuke verhalen. En ze hebben allemaal in een van de auto's gezeten, of in alle drie. En dat pakt niemand ze meer af. Vandaag is de brandweer, ambulance en de politie hier. En u bent hier ook. Maar wat komt u hier doen? Ik ga de leerlingen zo meteen iets vertellen in de bovenbouw over EHBO. Nou, het belangrijkste is altijd als er een slachtoffer is of als er iets gebeurt, dat ik de kinderen vertel van wat ze moeten doen, wat ze beste is om te doen. Ze hoeven niet altijd met een hele verbandrommel klaar te staan. Gewoon rustig blijven. En een van de belangrijke dingen is, begin altijd met jezelf en pas op gevaar. Ook voor jezelf. Nou, een EHBO'er zorgt ervoor dat het niet erger of ernstiger wordt bij het slachtoffer. En wanneer een ambulance erbij in het beeld komt, die vervoert je naar het ziekenhuis, zodat doktoren daar verder aan de slag kunnen en met het genezingsproces kunnen beginnen. Wat verwacht u van de reacties van de kinderen? Ik heb het gevoel als je dergelijke onderwerpen aansnijdt, en dat doe je dus op het niveau van de kinderen van groep 7 en 8, dat de kinderen stil zijn en dat het indrukwekkend is. Dus voor mij is ook weer een taak om dat weer een beetje te bewaken, dat ze niet allemaal flauw vallen op de stoel en dat ze niet allemaal naar beneden vallen, want dan is het ook niet goed. Wat verwacht u van deze dag? Ik hoop dat die prachtig wordt en ik hoop dat alle leerlingen heel veel vragen hebben, dat er veel interactie is
En dat we dat samen tot een goed einde gaan brengen. Vandaag staan er een paar mooie grote voertuigen voor jullie school. En wat is daarmee aan de hand? We hebben vandaag 112 dag en er waren brandweer, politie en Meertens' vader in de ambulance. En hoe vind je dan dat je in zo'n brandweerwagen zit en dat het alarm aangaat? Dat vind ik wel leuk, maar iedereen deed zo handen voor de oren omdat het heel hard deed, maar sommige mensen ook niet. Wil je zelf later ook brandweerman worden? Nee, liever politie. En wat heb je vandaag geleerd? We hebben heel veel geleerd van dat je een soort gips, als je bent gevallen, dan zit er eerst lucht in en dan is het nog zacht. Maar als je de lucht dan eruit doet, is het heel hard en dan heb je gips eigenlijk. Bijvoorbeeld als je een gebroken been hebt of een arm. En wat vind jij ervan, van dat al die wagens hier staan? Ja, ik vind wel leuk. En het spuiten vond ik het leukste. En ik word later denk ik ook zelf politie. Wie moesten jullie bellen? 112, de rechtsleven mee. Café de Move aan de Varkensstraat in Arnhem sluit binnenkort haar deuren. De Move was jarenlang een begrip voor stappers van de Korenmarkt. Sinds een jaar of twee is de Varkensstraat hard achteruit gegaan. Drugs en geweldoverlast zorgden ervoor dat er steeds minder bezoekers kwamen. Ook had Café de Move de laatste jaren buren gekregen die naar het schijnt geen belang hebben bij een gezellig uitgaansstraatje, met als gevolg totale verpaupering. Ook mede door het verhogen van de alcoholleeftijd, het rookverbod, de accijns- en btw-verhogingen, konden zij het hoofd niet meer boven water houden. Het Arnhemse kunstbedrijf zit in financiële moeilijkheden. Politieke partijen willen er alles over weten. Ze willen snel duidelijkheid over de situatie bij het kunstbedrijf. Het kunstbedrijf is de geprivatiseerde organisatie voor cultuur-educatie die in de Arnhemse wijken kunstevenementen houdt. Komt het college niet snel met informatie over de brug, dan willen de partijen onmiddellijk een raadsvergadering. Tot op heden wil de wethouder Martijn Leysink geen informatie verstrekken. Hij is in overleg met de Raad van Toezicht van het kunstbedrijf om tot een oplossing te komen. 7 april werd de tentoonstelling van Klaas Schubbels in het provinciehuis te Arnhem geopend door de commissaris van de Koning, de heer Clemens Cornielje. Dit was ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de heer Schubbels. Klaas Schubbels is een van de bekendste kunstenaars uit Gelderland. Hij woont en werkt in Arnhem en volgde hier ook zijn opleiding. In provinciale gebouwen is zijn herkenbare iconische beeldtaal van koffiekannen, kopjes, tafels en stoelen te vinden. En die openingshandeling betreft, echt zoals het wordt gezegd, een handeling. En ik stel voor dat ik u dadelijk feliciteer met uw 80ste verjaardag, want dat is ook de reden dat u hier een expositie hebt. En bij de derde keer, wanneer mijn hand op en neer en uw hand op en neer gaan, verklaren wij nu samen dat deze expositie geopend is. De expositie is tot en met 21 mei te bezoeken. Dan nu het weer. Het werd vandaag geleidelijk bewolkter, maar het bleef droog in Arnhem. Vanmiddag steeg de temperatuur tot 14 graden en was de wind vrij krachtig. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 6 graden. Morgen kans op iets meer bewolking met een temperatuur van ongeveer 14 graden. Wij wensen u nog een fijne avond en graag tot morgen.